Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik ben namelijk de laatste 2 dagen naar Maastricht geweest samen met mijn zusje. En daar heb ik lekker kunnen shoppen. Ook hebben mijn ouders in Engeland wat spulletjes voor mij gekocht. En allemaal producten van Soap & Glory. Superleuk natuurlijk. En ik laat alles vandaag zien in deze video. Yay! Oké, laten we eerst maar even beginnen met de spulletjes en daarna de kleren. Want bij Kiko heb ik als eerste geshopt. Dan heb ik 4 nieuwe nagellakjes. Allereerst deze blauwe. En dat is nummertje 387. Heeft volgens mij geen naam. Nee, het is nummer 387. Dat is de blauwe kleur. Ook heb ik een soort beetje taupekleur gekocht. Met die grijs, nummer 319. Een kleurtje met de naam 805. Een super felle roze. En een zwarte nagellak. Jee, 275 is het. Dan heb ik ook nog allemaal producten van Soap & Glory. Ik ga ze gewoon even allemaal laten zien. Allereerst heb ik een body and wash product. Een hele grote fles. Zit ook echt, even kijken hoeveel milliliters. 500 milliliter zit erin, best veel. En dan heb ik een The Richest Butter. Dat is deze. Is ook echt super lekker. En nog een hele grote van de Richest Butter. Ik heb dus een mini. Mijn moeder had het pakketje gekocht. Tenminste, ik kreeg ze erbij met allemaal minis. Leuk. En een hand- en voet cream. Voor je, dus eigenlijk een combinatie van. Je kan het en op je handen doen en op je voeten. En nog een crème die speciaal voor je handen is. En gelijk heb ook een masker. Ideaal. En qua minis had er ook nog een shower gel in. Dat is deze. En een badspul. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ga ik morgen lekker uitproberen. Voor de rest heb ik ook schoenen gekocht. Want ja, elk meisje hoort eigenlijk hakken in de kast te hebben. Alleen ik ben echt een sneakermeisje. En ik loop eigenlijk grotendeels van mijn leven op sneakers. Dus ik besloot om hakken te kopen. En ik heb deze gekocht. Echt niet zo'n hoge hak. Maar goed, ik moet het dan leren. Een blokhak. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb er van halen. Ik ben er heel erg blij mee. Vooral dat dit zeg maar bruin is, vind ik heel erg leuk. En dan heb ik hier een hele stapel van mijn kleding. En die laat ik allemaal even zien. Plus een try-on. Laat ik ook gelijk even zien hoe het bij me staat. Allereerst dit groene shirt. Gewoon een groene shirt. Prijskaart zit allemaal nog aan. En dat groene shirt vind ik heel erg leuk staan. Zoals je kan zien, het is gewoon een lekker makkelijk shirt. Ik heb eigenlijk alleen maar t-shirts gekocht. Omdat ik dat dus bijna niet had. Ik had er maar 2 in mijn kast. Dus dat is gewoon schandalig. Ik heb ook nog een leuk zwart dingetje gekocht. Dat is heel schattig. En zoals je ook al ziet, vind ik hem ook erg leuk zo bij mezelf. En het is zwart en ik hou van zwart. En een grijs t-shirt. Gewoon heel simpel met een beetje printje erop. Ik vind hem erg leuk. Dan heb ik nog een zwart-wit shirt gekocht. En een wit-zwart. Snap jij nog? Dit is de eerste. Het is gewoon een heel erg makkelijk shirt. Heel makkelijk te combineren. En dan heb ik die ook nog in het wit zwart. Gewoon lekker simpel. Niet veel poespas. En als laatste had ik ook nog dit shirt. Die vind ik echt super leuk. Lekker op print. Deze kleding heb ik eigenlijk allemaal gekocht bij de Pieces. Ik vind Pieces echt een hele leuke winkel. En als allerlaatste heb ik ook nog deze shimmerbrug gekocht van Bobbi Brown. Ik had bonnen, dus dat kwam heel erg goed uit. Even kijken. Als je hem opent, maak je er een spiegeltje en een sponsje om te beschermen. En de glans is zo mooi. Ik heb hem ook op nou en ik ben zo dol. Hij is zo mooi. Dus ja, hier ben ik ook weer echt blij mee. Deze kostte 50 euro. Ik heb hem eigenlijk gekocht voor 20 euro, dus ik had dus kort gewoon ideaal. Alle prijzen zet ik trouwens nog even onder in de beschrijving. Dus mocht je nou benieuwd zijn naar het een of ander laat, dan kan je gewoon even kijken in de beschrijving aan hoe duur het was, waar ik het gekocht heb en wat dan ook. Alleen van Soap & Glory weet ik de prijzen niet, omdat mijn moeder geen bonnetje had voor mij. En de nagellakjes van Kiko heb ik allemaal in de sale gekocht. En dit waren het dus mijn producten weer. Ik ben weer gelukkig mensen. Ik hou van kopen. En ik ben weer lekker een paar shirtjes rijk. Ik heb nieuwe hakken gekocht en ik ben weer helemaal in mijn nopjes. En dit was in ieder geval mijn video. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Laat vooral even een reactie achter wat je ervan vond. Doe vooral duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Er komen elke dinsdag en elke vrijdag een nieuwe video online op mijn kanaal. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.